Nou, was leuk net. Dacht ik, het stopt eindelijk met regenen. Dus wij naar buiten. Het is maandagochtend en ik ben me aan het klaarmaken. Ik heb me gedoucht, mijn haar gewassen, ik heb mijn gezicht aan het insmeren. Even lekker dik weer en even aankleden. We moeten even goed boodschappen doen. Ze is natuurlijk vrij. Die zit lekker te tekenen. En het is echt rot weer en ik baalde er echt van, want ik had echt zoiets: in de vakantie gaan we allemaal leuke dingen doen. Maar ja. Met dit weer gaat dat niet zo op. Dus ik zit nog best wel in dubio wat ik met deze vakantie ga doen. Ik weet het gewoon niet, echt niet. Ik had zoiets van, dan gaan we lekker naar het strand, lekker rennen, uitwaaien. Maar ja, uitwaaien is niet echt uitwaaien, dat is wegwaaien meer. En allemaal dat soort dingetjes. Dus ik weet het gewoon nog niet. Ik ben erover aan het nadenken. Maar voor nu ga ik me eerst gewoon op de dagelijkse dingen richten. En voor nu is dat me aankleden en me opmaken. Ik ga mijn outfit laten zien. Van Sarah is die mayo. Deze jurk is van... Van... Ook van de Sarah. En zover ik het weet, heb ik dat aan. En ik ga trouwens mijn laarsjes aan doen van de Sarah. Vandaag ben ik een Sarah-meisje. Ik ben aangekleed en ik zie iets in mijn scherm. Volgens mij heeft Sarah weer ergens aangezeten. Maar goed, ik heb deze trui en broek aan van Friends Connection en mijn sneaker wedges van Guess. Want dat vind ik wel even makkelijk naar de supermarkt rennen. En nu even wat make-up op mijn gezicht gaan smeren. Oh nee, mocht ik niet zeggen. Op de Oriflame avond kreeg ik op mijn kop. Je mag het niet opsmeren, je mag het aanbrengen. Dus dat vind ik eigenlijk wel een goeie, dus ik ga make-up aanbrengen. Voel me altijd gelijk zoveel lekkerder. Ja, dit licht is echt killing me. Dat is niet echt het beste licht, maar goed. Ik ben blij dat ik make-up op heb, mijn haar is nog nat. Maar ja, zoals jullie weten, als ik ga feunen, gaat het altijd heel erg pluizen. Kapster kan het wel, maar ik kan het helaas niet. Dus het moet maar gewoon even drogen. Ik ga nog even lunchen en dan gaan we boodschappen doen. Nou, toen wilden we de deur uit. Toen begon het zo hard te stortregenen. Trek mijn jas maar even uit. Ik wacht heel even tot het over is, maar daar heb ik echt geen zin in. Dan gaat mijn haar helemaal niet meer zitten en ben ik weer doorweekt. Nou, we kijken even aan. Ik keek net op bij de radar. Het moet niet al te lang duren. Ja, Sarah die is onverzadigbaar. Die blijft eten vandaag. Echt niet normaal. Nou, was leuk net. Dacht ik, het stopt eindelijk met regenen. Dus wij naar buiten. Nou, toen kwamen er een paar windstoten met regen. Dat je echt denkt, nou, geweldig. En dan hoef je alleen naar de auto te lopen. Echt top. Goed. Gaat het langer duren? Wel met de auto. Ik heb natuurlijk ook op Instagram wat kleding te koop staan en op andere punten. En ik heb wat dingen verkocht, dus dat ga ik gelijk even wegbrengen en verzenden. Ja, ik heb toch te veel om op de fiets te gaan, want het zijn grotere dingen. Maar ik weet niet meer zo. En dan gelijk even iets te halen voor de aankomende dagen. Morgen eten macaroni. Ik baal nog steeds van dit weer. Echt haat. Aanregen. Zo fijn dit. Ik liep dus met mijn boodschappen naar huis. In de stormregen scheurt die tas. En mijn scherm is echt heel donker en ik weet niet waarom. Sarah ligt op bed, dus ik ben even aan het editen. En ik ga gelijk weer even foto's uitzoeken. En ik hoop dat ik er genoeg heb dat ik vandaag nog kan bestellen. Want ik wil het af. En ik vind het wel heel leuk, want ik zit dus ondertussen ook die foto's te kijken. En dan... zie je gewoon echt Sarah weer groot worden en alles. Ja, ik vertel elke keer hoe leuk ik het vind. Maar ik vind het ook gewoon oprecht echt heel erg leuk om ja, al die dingetjes terug te zien. Dus ik ga dat even afmaken. En dan weet ik niet licht hoe laat het wordt. Ik wil, als ik dit project af heb, ga ik denk ik even niet aan een project beginnen. Want ik ben dat ook wel even zat, zeg maar. Maar ja, soms moeten dingen wel even af,
gemaakt worden eerst. Kijken, 24. Ik maak echt veel foto's trouwens, echt. Dat maakt ook dat dit gewoon heel veel werk is. Ik schrik echt gewoon, ja, het zal 200.000 foto's in een jaar of zo. Zonder overdrijven. Dus dat maakt het niet echt heel makkelijk om dit even snel te doen. En de foto's zijn aan het inladen. Ik ben helemaal boe van. Hi. Je tilt heel de camera opzij. Kom hier dan. Kom maar. Nee. Is mijn andere hand leuker. Ik wilde de vlog afsluiten, maar ik heb hier een kleine pestkop. Hi. Kom je even meepraten? Kijk, thuis de camera. Hi. Ik ga lekker mijn bedje in, dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren en een duimpje achter te laten. En dan zie ik je morgen. Doei doei!